Hoi, ik ben Yvonne, ik werk bij de academie. En nu ik zo thuis zat, dacht ik, weet je wat, ik ga mijn spelletjeskast nog eens opentrekken. Want spelletjes spelen, dat moet nog wel kunnen en het biedt veel gezelligheid. Dus wat kwam ik tegen? Het pimpampetspel. Kennen jullie dat nog van vroeger? Het pimpampetspel is het spel waarbij je een letter hebt en daarbij moet je een woord verzinnen. En je kan dit spel aanpassen op elk niveau, passend bij de doelgroep of bij je vriendengroep of waar je dit spelletje ook maar speelt. Ik zal in dit filmpje laten zien op welke manieren je pimpampet kan spelen en hoe je zelf een pimpampet kan maken. Het originele spelletje heeft de draaischijf en kaartjes met categorieën. Je pakt een kaartje met een categorie en daarna draai je aan de schijf. De letter die in beeld komt, daar moet je zo snel mogelijk een woord mee verzinnen. Als je het spelletje niet hebt, dan kan je pimpampet ook gewoon zelf maken. Schrijf alle letters van het alfabet op een papier en gooi er een dobbelsteen op. De letter waar de dobbelsteen belandt, is dan de letter waar je een woord mee moet maken. Of je knipt 26 briefjes uit en schrijft er een letter op. Je pakt steeds een nieuw briefje met een letter. Kaartjes met categorieën kan je ook zelf maken. Zo kan je de categorieën aanpassen in moeilijkheidsniveau. Je kan anderen ook laten meebeslissen over de categorieën. Als het lastig is om uit het niets woorden te bedenken, dan kan je ook hulpmiddelen toevoegen. Bijvoorbeeld plaatjes waarop van alles te zien is. En je benoemt dan iets wat je ziet met een bepaalde letter. Zorg zelf voor een zoekplaat, bijvoorbeeld plaatjes uit een boek. Of een kleurplaat waarvan alles in gebeurt. En je kan de kleurplaat natuurlijk ook inkleuren. Nou, heel veel speelplezier vandaag. En misschien tot een volgend filmpje. Doei!